Ja, voorzitter, ik denk dat de premier nog wat meer wilde zeggen over migratie en effecten daarvan. Mij gaat het om een hele eenvoudige eerste vraag. Vindt de premier dat er sprake is momenteel van een asielcrisis? Nee. Ik vind wel dat we gevreesd moeten opletten dat de aantallen beheersbaar blijven. Vindt de premier dat de aantallen beheersbaar zijn als we nu een instroom van 1300 per week hebben aan asielzoekers, waarbij vandaag bekend wordt dat asielzoekers op stapelbedden in een congreshal worden geplaatst? Zover zijn we inmiddels in Schouda. Dus dat heeft ook alle reden om die aantallen weer beheersbaar te krijgen, zeker. Ja. En dan zijn ze dus nu niet beheersbaar, dan spreken we over onbeheersbaar. En dan is er volgens mij sprake van een, mag ik zeggen, een lichte crisis. Nee hoor, er is een continuum tussen beheersbaar en onbeheersbaar en we zitten nog niet bij onbeheersbaar. Misschien kunt u aangeven wat uw vraag is, de heer Eerdmans. Nou, de vraag is heel eenvoudig. Kijk, wij weten gewoon dat er problemen zijn. Ik zei het al, ik was in Kopenhagen geweest. Daar hebben wij kennis genomen van het Deense model. Het Deense model zegt, mensen die hier niet horen te zijn, die de asielketen verstoppen, namelijk de veilige landers, 15% tot 20%, die houden tegen. Die gaan het land uit, maar ze komen er het liefst ook niet in. Wij zijn ook in Emmen geweest, bij Ter Apel, waar de buslijn wordt geterroriseerd door mensen uit veilige landen. Dat zijn dus mensen die asiel willen hebben, die dat niet krijgen, dat weten ze ook, en die verstoren de rust op de bus. En in de trein en rond het centrum van Emmen. Dat zijn mensen uit veilige landen, Tunesië, Marokko, Algerije. Wij doen daar niks aan. Sterker nog, er staat in uw regeerakkoord, we moeten druk zetten, diplomatieke druk op landen die niet hun onderdanen terug willen nemen. Er wordt gezegd ontwikkelingshulp moet gestopt worden, vluchten moeten worden tegengehouden. Het gebeurt gewoon niet. Ik heb het mevrouw Broekers-Knol gevraagd. Nee, ja, dan hebben we een diplomatieke rel, kunnen we niet hebben. Denemarken zegt, we doen er alles aan. We zetten gewoon diplomatieke druk, fors, op de landen van herkomst, want we hebben die mensen, kunnen we hier niet hebben. Ze zorgen voor overlast en ze zorgen voor verstopping van die asielketen, waardoor nu mensen in congreshallen nota bene moeten gaan slapen, omdat we gewoon helemaal geen ruimte hebben in onze asielopvang. Nou, daar wil ik gewoon echt nou eens een goed antwoord op hebben van de premier, want daar worstelen heel veel mensen in Nederland mee. De minister-president. Ja, en daarom is het ook belangrijk dat wij de aantallen beheersbaar houden. Dat we daarom ook proberen om met elkaar in Europa te komen tot afspraken om de buitengrenzen goed te bewaken. Om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk opvang in de regio hebben. Maar er zal ook nog steeds een asielstroom naar Nederland blijven. Dat is op zichzelf ook niks op tegen. Hoort ook bij een beschaafd land. Maar die aantallen moeten wel beheersbaar zijn. De heer Eerdmans, tot slot. En dat hoor ik nu 3 keer. Echt 3 keer. En het is dus, ja, hoe gaat u dat doen? Hoe houden we die aantallen beheersbaar? Ik zeg, ga er nou eens mee beginnen door te doen wat in uw eigen regeerakkoord staat. Druk zetten op de landen van herkomst, zodat mensen uit Marokko, uit Tunesië hier niet naartoe komen. En als ze hier zijn, premier, dat ze dan gewoon linea recta teruggaan. Ik heb al gezegd tegen mevrouw Broekers-Knol, zet nou gewoon eens een vliegtuig neer en laat die nou eens landen in Marokko. Doe het nou eens. Weet je, het gaat ook om lef tonen. En laat het zien aan het buitenland dat wij daar gewoon niet voor in de markt zijn. Dat doet Denemarken en je ziet daar, de werking daarvan is dat Denemarken in een jaar binnenkrijgen, in 2 weken, wat wij in 2 weken binnenkrijgen, krijgen ze in Denemarken in een jaar. En dat is het effect van een streng maar rechtvaardig beleid. Mensen die hier niet kunnen zijn, die moeten hier ook niet zijn. Dat is streng maar rechtvaardig. Doe dat nou. Maar ik hoor nou net het zeggen, het moet beheersbaar worden. Ja, maar doe er dan wat aan. Dat is wat ik de... Dat doen we ook, voorzitter. De minister-president. Dat doen we ook. Het is natuurlijk niet zo dat de heer Eerdmans ons er voor het eerst op wijst. Dat doen we ook. Ik heb onder andere dadelijk in New York afspraken met de president van Nigeria, Buhari, over dat onderwerp. Waar wij goede afspraken maken over dit soort vraagstukken. Maar het is niet met alle landen mogelijk. Dus dat verschilt nog wel per land. Nee, zeker. En ik sta ook nauw contact met Mette Frederiksen, de premier van Denemarken. En we proberen allemaal van elkaar te leren. Zeker. I mind my own, I don't even break a sweat.